Dames en heren, ik ben nu van harte welkom bij deze raadsvergadering. Welkom even in de raad. Vers, burgers, college, medewerkers en andere belangstellenden. Ook een goed en positief overleg gedaan. Ook wel de raadsvergadering in een bijzonder verhaal was gekomen in begroting 2017 van mij. En ook wil ik welkom heten bij de informateurs, de heer Groenendijk en de heer Van der Linden. Ik neem u mee dat de RSC aanwezig zijn met mevrouw Van der Graaf en de heer Van der Buren. En hiermee heb ik dan de opening gericht en we gaan naar de twee afstellingen vandaag. En dan kunt u zich alle vier in de agenda als u voorbeeld. U kunt zich daar allemaal in, dan gaan we op die manier ook afdelen. We gaan naar het publiek. Verbindingen en advies informateurs. Ik geef haar het woord aan de informateur, de heer Van der Linden. Voorzitter, de gemeenteraad bij Vondervalt Presidium heeft ons op de avond van 17 oktober gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken tot de vorming van een nieuw college. Een college waarvan je een stabiel bestuur met voldoende politiek draagvlak in de raad mag verwachten. En dat ook nog graag een beetje snel. Met uw vertrouwen als steun in de rug hebben we dit verzoek aangenomen. We hebben de afgelopen twee weken intensief en plezierig samengewerkt. We zijn blij met de voortdurende ondersteuning van mevrouw Veer, onze rivier. Bij alle gesprekken was zij aanwezig en ze heeft alles keurig vastgelegd. Van alle gesprekken met de fracties zijn verslagen gemaakt, die zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de individuele fracties. De rapportage die u maandag onder embargo heeft ontvangen, die wordt hier nu openbaar, althans wordt die na behandeling verhaald. We spreken er nu over. De rapportage beschrijft het proces, de afwegingen die we hebben gemaakt en de conclusies die wij als informateurs daarop hebben getrokken. We delen graag op hoofdlijnen het verloop van de gesprekken en de getrokken conclusies en de aanbevelingen. De raad en de pers hebben inmiddels een uitgebreid verslag ontvangen, vertrouwelijk en onder embargo. Voor de belangstellende badenrechters lijkt ons het goed om ook mondeling nog een ruime toelichting te geven. Uiteraard zijn we graag bereid vanavond om eventuele vragen vanuit het midden te beantwoorden. We hebben in een eerste ronde gesproken met alle 7 fracties en met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Vervolgens hebben we opnieuw met de heer Van Delzen en de heer Bravenboer gesproken. Gevolgd door nog een tweede gesprek met een aantal fracties, namelijk het CDA, de ChristenUnie en SGP, EVP en D66. Dit omdat we van hen specifiek op een aantal punten meer duidelijkheid wilden. In de gesprekken zijn alle belangrijke dossiers en onderwerpen besproken die de komende periode op de agenda zullen of kunnen komen, althans dat meen wij. Over vele onderwerpen zijn de meeste fracties het onderling op hoofdlijnen overigens best eens. Met soms wel behoorlijke accentverschillen als het om de verdere uitwerking en uitvoering gaat. Uiteraard heeft die overeenstemming in enkele lopende dossiers te maken. Die overeenstemming in enkele lopende dossiers te maken met het stadium van de besluitvorming. Over de kruisen bijvoorbeeld is niet veel discussie meer nodig, aangezien zij al in zaterdag open. Dossiers waar wel discussie over nodig is in onze ogen zijn onder andere de centrumaanpak en de zondagsoverstemming. Deze dossiers zijn aandachtspunten voor coalitieonderhandelingen. Onze beleving is wel dat de partijen er onderling met elkaar uit moeten kunnen komen. In veel gesprekken is er aandacht gevraagd voor de onderlinge verstandhouding en voor de wijze van met elkaar omgaan binnen de raad, binnen het college en tussen de raad en het college. Wij doen naar aanleiding daarvan de aanbeveling om de komende periode extra aandacht te besteden aan en te investeren in vertrouwen en onderlinge samenwerking. Dank u, voorzitter. Ja, het waren al met al boeiende gesprekken met de fracties over de vorming van een nieuwe coalitieakkoord. In de eerste ronde werd het al snel duidelijk dat alle partijen vonden dat de NVB als grootste fractie zitting zou moeten nemen in het dienstvormig college. En de deelname van de VVD aan een nieuwe coalitie, dat werden de meeste partijen als onwaarschijnlijk gezien. De VVD zelf was terughoudend, maar bleef wel bereid tot deelname aan een nieuw college. We delen graag met u de opties die aan de orde geweest zijn. Ik wil vermeld zijn in het
stapeltje van Frank, zoals hij dat net vertelde. De argumenten, die vatten ze wel samen en die noemen we hoofdlijnen minder uitputtend dan in het schriftelijke verslag. De eerste keuze van EVB in D66 was een college van EVB, D66 en SGP-studie. Dat was geen optie voor deze SGP-studie. Dat was argumentatie, aansluiting bij de vorige coalitiepartij EVB en D66 die te weinig ruimte voor die partijen om zich te profileren. Dat is ook aan de orde geweest rondom de informatie door de jury. Daarnaast is de partij kritisch op het functioneren van huidige D66-wethouder en op de fractie. Die kritiek was er overigens ook van enkele andere partijen. En ChristenUnie-SGP vindt dat men ver afstaat van het gedachtegoed van D66 als het gaat om immateriële zaken. En dat gaat zover dat men sowieso niet bereid is met deze partij en college samen te werken. Een combinatie van EVB, D66 en CDA. Het CDA heeft deze coalitie afgewezen. Dat was het belangrijkste motief, te weinig mogelijkheden om zichzelf te profiteren. Verder zien we als het van beurs dat er weinig vertrouwen is tussen D66 en de CDA, van beide kanten. Beide partijen hebben wel aangegeven dat het oplosbaar zou zijn. De combinatie EVB, D66, CDA en SGP-ChristenUnie. Voor de SGP-ChristenUnie leek dit vanwege eerder genoemde argumenten geen optie. Men wil niet met D66. Het CDA is bespreekbaar met meer evenwicht voor de wethouderskosten. Of met vier wethouders, waaronder slechts één van de EVB. Dat zagen wij als informateurs niet als een realistische optie gezien de zetelverdeling. Of met vijf wethouders, waarvan twee EVB. Heel enthousiast was het CDA dat daar zelf ook niet over. Wij hebben ingeschat dat vijf wethouders lastig uit te leggen zou zijn aan Barendrecht. Optie zou dan kunnen zijn deeltijdwethouders. Maar het blijft een kunstop. Ondanks een bijna zekere blokkade door de SGP-ChristenUnie hebben we een vervolgrecht van D66 in het tweede gesprek. Wethouder Mohenius bleek niet bereid terug te gaan naar 0,6 formatie. Dat zou passen bij de huidige zetelverdeling. Al met al vonden we het zinloos om deze optie verder te verkennen. De optie EVB, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Suggestie is gekomen van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks. Beide partijen verwachten dat de rol van D66 in het college door hun deelname beter in balans zou komen met de andere partijen. Maar EVB heeft niemand uitgesloten, maar deze combinatie stond zeker niet op het voorbereidje. En D66 vond deze combinatie niet voor de hand liggen. Bovendien, dat zijn maar 15 van de 29 zetels, dat voldoet grondwet niet aan de definitie van een breed draagvlak. Ook de combinatie EVB, GroenLinks, Partij van de Arbeid, met CDA, of die drie partijen met SGP-ChristenUnie is al langsgekomen. Zo'n suggestie van Partij van de Arbeid, krap met 16 of 17 zetels, maar vooral verder niemand heeft deze optie genoemd. Wij schatten dat geen realistische optie gezien de mensen van de andere genoemde partijen. Dan EVB met CDA en SGP-ChristenUnie. Er stond niet op de wenslijst van EVB. EVB vindt dat D66 een goede coalitiepartner is gebleken en vervanging van de wethouder is volgens de EVB niet goed voor de continuïteit in het bestuur. Wel was het voor de EVB de eerste optie na alle combinatiemogelijkheden met D66. EVB is ook positief over de onderlinge samenwerking in een eventuele coalitie met deze partijen. En voor CDA en SGP-ChristenUnie was het de eerste optie. D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben deze mogelijkheid niet genoemd als een optie. De mogelijkheid van een zaak of gedoogcollege is in het verschillende gesprek langs geweest. Het wordt verschillend gewaardeerd en het is een serieuze optie voor de VVD. Maar door de meeste andere partijen wordt het als de laatste mogelijkheid gezien. Alles afwegend adviseert de informateurs de raad te starten met het formeren van het college met EVB, CDA en SGP, ChristenUnie met de beoogde zetelverdeling van 2-1-1. De coalitie voldoet volgens ons de meeste aan criteria van stabiel bestuur en voldoende daarvan. Ja, voorzitter, ons eindadvies bevat naast de voorgestelde coalitie die Frasius noemde nog een tweetal andere adviezen.
één, daar sluit ik eigenlijk de eerste termijn al mee af, investeren als nieuwe coalitie aan de voorkant, zowel op raadsniveau als op collegeniveau, in vertrouwen, onderlinge samenwerking en communicatie, dit om de kans op een succesvolle en stabiele bestuursperiode te vergroten. Dan, de coalitiegesprekken en de onderhandelingen, die zijn uiteraard de verantwoordelijkheid van de grote coalitiepartij. Bijvoorbeeld waar het gaat om portefeuilleverdeling, inhoudelijke onderwerpen die men wil afstemmen. En ook onderhandelen. Wij menen, desondanks, dat het verstandig is om ook een formateur te benoemen om die gesprekken en onderhandelingen te begeleiden. En wij adviseren, of in ieder geval ik adviseer, dat die formateur op de hoogte is van de hoofdlijnen van de belangrijkste inhoudelijke dossiers, de geschilpunten van de diverse partijen daarin en de actuele politieke situatie in Waardenberg. En ik wil daarom mijn collega informateur de Groenendijk van harte bij de raad aanbevelen als formateur. Zelf overigens ben ik hier niet beschikbaar. Ik heb namelijk de ambitie om door te gaan als wethouder voor de gemeente Waardenberg. Dank u wel. Dank u wel voor de toelichting. Ik geef graag de gemeenteraad de gelegenheid om een raadszaak hierover te voeren bij ook vragen aan de informateurs gesteld te worden. Wie van uw mensen wil het? Het rapport geeft een goed overzicht
van de werkzaamheden met een heldere eindconclusie. Voorzitter, als ik de bevindingen volg, dan moet ik concluderen dat de EVB voor 5 van de 6 andere partijen een potentiële collegepartij is. Dat doet mijn fractie goed. Er zijn diverse varianten aan de orde geweest, waarbij de informateurs duidelijk hebben aangegeven waarom een aantal opties niet haalbaar is, en ik verwijs daartoe naar de eindconclusies. Helaas heb ik moeten constateren dat onze voorkeursvariant EVB, D66, CDA, SGP, ChristenUnie niet haalbaar is. Dat is jammer, want EVB wilde graag D66 erbij hebben, omdat EVB altijd een goede relatie heeft gehad, zowel met de wethouder als de fractie van D66. Echter niet tegen uitgekeurs. Daarom vindt EVB jammer dat D66 geen genoegen wilde nemen met de wethoudersomvang naar RATO van hun omvang in de raad, zoals zij het ook van de andere partijen verwachten. Bovendien maakt het blijkbaar de rapportage van de informateurs ook nog herstelwerkzaamheden te doen tussen CDA en D66. Werkzaamheden die voor de EVD nog niet geheel helder zijn en waarvan het nog maar de vraag is of deze werkzaamheden op korte termijn soelaas zouden kunnen bieden. De situatie waarin partijen niet goed met elkaar overweg kunnen, blijft een risico en kan de stabiliteit van het college negatief beïnvloeden. In besprekingsrondes zijn diverse varianten aan de orde geweest. En het uiteindelijke eindconclusie is dan ook coalitie, EVB, CDA, SGP, ChristenUnie. Ik wil nogmaals aangeven dat dus niet onze eerste voorkeur was, maar ik heb zojuist ook aan u aangegeven waar het op schoot. Tenslotte nog eens, voorzitter. De EVB staat voor openheid en transparantie. Dat wil zeggen dat wij van mening zijn, de gespreksverslagen van de informateurs, dat die openbaar moeten zijn. Zoals ook bij de informatie in 2014 is gebeurd. De informateurs hebben besloten het aan de fracties over te laten om de gespreksverslagen openbaar te maken of niet. Wij doen een dringend beroep op alle fracties dat te doen. EVB zal het goede voorbeeld geven. Wij maken onze gespreksverslagen openbaar en zullen die op onze website plaatsen, zoals het hoort in het open en transparante democratie. Dank u wel. Dit vraag woord aan de heer Luijendijk namens CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook namens CDA, de informateurs hier, Groenlijn en van de leden, bedankt voor prettig om ons diepe gesprek hier met elkaar hebben gehad. En over het heldere verslag. De conclusie komt overeen met ons advies. En hebben wij er ook niet zoveel om toe te voegen. Voor het CDA is dit de meest voorhandige combinatie. De drie fracties hebben in totaal 18 raadzetels. En voldoet aan de criteria stabiel bestuur en voldoende politieke draagvlak. Op inhoudelijke punten is er veel overeenstemming, hebben we het mogen lezen. EVB, CDA, SGP, ChristenUnie zijn alle positief over de onderlinge samenwerking in de coalitie te wachten. Wij kunnen de adviezen van de informateurs dan ook overnemen. Voort zijn wij van mening dat het verstandig zou zijn een formateur aan te stellen om het vervolgtraject te begeleiden. En we willen dan ook het aanbreken van de heer Van der Linden overnemen om de heer Groenendijk voor te stellen. En ik heb net eventjes snel een rugspraak gehouden over uw voorstel om de gespreksverslag openbaar te maken. Het CDA gaat dat voor. Tot zover. Dank u wel. Ik vraag het woord aan de heer Groenendijk. Dat niet meer staat er over mijn bijdrage. Groenlinks is met de informateurs van mening dat stabiliteit en draagvlak de uitgangspunten moeten zijn voor deze nieuwe formatie. Het is onzinsinds niet misgegaan op inhoudelijke punten, maar op persoonlijke verhoudingen en verhoudingen tussen partijen. Wij hebben het verslag van de informateurs van ook met name gelezen op het punt van bestuurlijke stabiliteit. Daar is een probleem en er is mogelijk risicofactor. Het andere punt, het draagvlak, daar zit het wat betreft. De getallen moeten wel sommig. 18 van de 29 zetels voor de nieuwe coalitie. Onder draagvlak waardoor de informateurs ook overeenstemming op de hoofdbeslissingen. In het verslag komen daar op zich weinig over tegen. Bij de voordelen van de voorgestelde coalitie wordt genoemd dat er geen breekpunten zijn. Dat klinkt wat negatief. Wij vinden dat wel maar.
Vraag, kunnen de informateurs ook aangeven wat de grondwet en de kunst? Zijn er verschillen op welke dossiers en zo ja, wat is zo ja, welke zijn er? U heeft daar net twee genoemd, maar mogelijk gaat u meer. Stabiliteit van het bestuur. Onder het stabiel bestuur staan de informateurs over het college dat tot aan de nieuwe verkiezingen kan functioneren. Het is een college dat collegiaal overleeft. Stabiel bestuur dat collegeleden vanuit vertrouwen en respect samenwerken. In het rapport komt ook de dominantie van de EVP-wethouders in het college aan orde. In het rapport wordt daar in kwantitatieve termen voorgesteld. SGP en ChristenUnie, CDA, willen het samen in het college om die getalsmatige disbalans op te heffen. Het gaat ons inzien niet alleen om aanpakken. In een tweede gesprek met de burgemeester en de gemeentesecretaris is de deelvorming over de dominantie van de EVP door de evaluateur aan de orde gesteld en getoetst. De burgemeester en de gemeentesecretaris onderkennen het beeld wel, hoewel in lichte mate schrijven zijn. Conclusie, de dominantie van de EVP in het college wordt onderkend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. Hier ligt mogelijk een risico dat er nodig aandacht vraagt. Los van de talsmatige verhoudingen zijn er ook andere aspecten die daarin meespelen. Rollen, karakters die botsen op elkaar aanvullen, stijl van besturen en dergelijke. Vraag, hebben de informateurs een analyse gemaakt van de dominante rol van de EVP? Hoe is deze ontstaan? Wat is daar het project? En hoe kijken de nieuwe coalitiepartijen er tegenaan? En wat zijn de adviezen van de informateurs om het risico uitsluiten of klein te maken? En dat bedoel ik niet alleen investeren in communicatie, respect en nog een samenwerking, maar ik bedoel nog wat meer handvatten. De informateurs hebben CDA en SGP ChristenUnie gevraagd op andere persoonlijke factoren die belangrijk kunnen zijn voor het criterium stabiliteit. Specifiek naar vertrouwen en een kwestie die destijds tijd op een motie wantrouwen. Wantrouwen is een van de wethouders van de EVP, de heer Vermaat. Beide partijen, SGP, ChristenUnie en CDA, geven aan dat van wantrouwen geen sprake is. Maar dat zij wel op constructieve kritische wijze bij een samenwerking met de EVP spreken over de wijze van bestuurlijke aansturing van het dossier centrumaanpak. Deze conclusie vindt GroenLinks opvallend. Het staat uit dat er met onderlinge spanningen tussen CDA, SGP, ChristenUnie en EVP wel lijkt mee te vallen. Dan is er of 2,5 jaar een mooi theaterstuk opgevoerd, of beide partijen zijn heel wat waard om toch te kunnen beginnen. Vraag, u citeert de mening van SGP en ChristenUnie en CDA met betrekking tot wantrouwen, vertrouwen. Heeft u ook de EVP bevraagd op dit punt? En zo, wat was dat? Vraag, kunt u garanderen dat de kou tussen de nieuwe partijen aan de lucht is en dat het in de toekomst geen risico is voor stabiliteit? Nog een laatste punt. Dualisme of monisme. In de afgelopen 2,5 jaar was de verhouding tussen de coalitiepartijen inderdaad niet collegiaal, respectvol en respectvol. Uit eigen waarneming en verhalen stelde vast dat raadsleden van de VVD en D66 zich regelmatig kort gedaan voelen. Opvallend is dat een aantal raadsleden aangeeft opgelucht te zijn geen deel meer uit te maken van deze coalitie. Ons inzien zijn er verschillen in opvatting tussen de EVP en de oude coalitiepartijen. En ook een voorstel de coalitiepartijen over hoe de relatie is tussen bestuur en raad. Dichter bij voorzitter of op een gepaste afstand. De fractievoorzitter van de EVP heeft het ondubbelzinnig uitgelaten over het dualisme. Vraag. Ja, en dan dat hij meer een voorstander is van monisme, om maar even duidelijk te maken. Vraag. Is dit verschil over dualisme en monisme tussen de coalitiepartijen aan de orde geweest in de gesprekken en wat zijn de redenen van de informateurs? Ik heb ook een vraag aan de SGP Christen, over de SGP ChristenUnie. Zij hebben aangegeven voorstander te zijn van een zakenkabinet. Dat wordt genoemd in het verslag. Ik kom dat verder niet meer tegen. Is het onderwerp voorgelegd aan de CDA en de EVP? En zo ja, wat vonden zij ervan? Conclusie, een aantal risico's zijn genoemd. Een aantal niet.
Wij horen graag de afgerichte reactie van de informateurs op onze vraag. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga voor meneer Meijers. Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit onze prachtige bedankt aan de informateurs en de professionele manier waarop zij de informatieproces hebben aangepakt. Aan het verslag inhoudelijk hebben wij niet iets toe te voegen. Het is een correcte weergave van wat er is besproken. En we kunnen ook de lijn in het verslag van de informateurs volgen. We begrijpen ook de teleurstelling van D66 naar aanleiding van het verslag. En we blijven hierover ook graag met elkaar in gesprek en gesprekken aangaan. Ook het advies in het verslag om te blijven investeren op operatieniveau in vertrouwen en onderlinge samenwerking en communicatie kunnen wij van harte ondersteunen als fractie. En dat willen wij ook, zoals we altijd al hebben gedaan, in blijven investeren en alles doen wat er nodig is. We hebben ook het vertrouwen in het blog. We kunnen het advies met betrekking tot het formatieproces ook ondersteunen. Daarin ondersteunen we ook het advies om de heer Groenendijk te benoemen tot formateur. Dat advies kunnen we als fractie ook overnemen. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Ik verzoek de informateurs in aan de vragen die de heer Kortman zichzelf heeft aan u. Ik meen dat ook een vraag gesteld is aan de CDA, maar ik heb de SCP is u bedoeld. Ja, de SCP is u niet. Zullen we de heer Meijers daar even in gaan. Maar nog even aan de informateurs. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal twee vragen beantwoorden. De andere vraag zal Linde beantwoorden. Als het gaat over de dominantie in het college. Ja, er sprake van een team van vier mensen en het gaat ook om onderlinge verhoudingen en de wijze waarop je het met elkaar omgaat. En dat wordt sterk bepaald door die vier mensen zelf. En dan gaat het over verschillende mensen qua houding, qua karakter en qua kennis van zaken. Ik denk dat dat wat wij het schets gekregen hebben en dat van grote afstand te zien is dat. En met name verschillen tussen de eerste periode met wethouder Gebbe en de tweede periode met wethouder Van Noord. En dan zie je eigenlijk wel dat personen daar toch een belangrijke rol spelen. Als het gaat over al die voorgestelde dominantie of een ander. In ieder geval was dat dan wellicht kennis en ervaring. Waar toch een soort van ongelijkheid in is gesloten door de wisseling. Ik denk dat als het gewoon gaat over verschillende mensen en verschillende kwaliteiten, gaat het over bestuurskracht, dan is het zo dat als mensen enigszins dominant zijn in, laten we zeggen, karakter of op basis van hun dossierkennis, dan zijn het met name de andere mensen die ervoor moeten zorgen dat ze een tegenspel hebben. En nou, mijn gevoel is, dat ik er niet heel uitgebreid mee over gesproken, maar mijn gevoel is dat aan de orde gelegd is binnen het college. En het is een opdracht, denk ik, voor het nieuws van het college, om te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Ik denk dat het vooral een opdracht is aan de fracties die komen met de kandidaat, die deze cursus komen te antwoorden en klaar. En die fracties kunnen we allebei zien wat er afgelopen video gebeurd is. En dus zoals naar moeten handelen, denk ik. Zeker wel een mening als er straks een persoon naar voren komen, maar we gaan er niet over. Als het gaat over de vraag over spanning als het gaat over de situatie met het centrum. Zet een aanpak, dat is nog even dan is duidelijk wat SP-Christen en CDA zeggen, dat hebben we ook verwoord. En we hebben dat ook duidelijk meegenomen in de gesprekken met de EVB. EVB, het onderwerp waar het dan toch met name over gaat, is waar het gaat over een mogelijke belangentegenstelling. EVB heeft gezegd dat ze begrijpen wat CDA en SP-Christen vinden. En dat ze bereid zijn daar serieus over te praten.
Zij hebben beeld waar ik reden. Dat namens in de wel uit moet kunnen komen. Tot zover. Ja, voorzitter, dan hadden we twee andere vragen gesteld. Eén was, als ik het goed kan aangeven, dat we zitten de nadruk geen breekpunt. Kijk, wat wij vandaag alle gesprekken is, de hoofddossiers die we hier hebben vanuit het college en de raad, en aanvullende hoofddossiers en belangrijke inhoudelijke dossiers doornemen met alle gesprekspartners. En wij hebben alle uitkomsten daarvan bereid gezet op de belangrijkste hoofdlijnen, hoe we praktisch allemaal het beleid zien, nu en in de toekomst. En waar staan hebben wij geconcludeerd dat partijen, in ieder geval de boven coalitiepartijen, nou niet ruim verder uit elkaar liggen op al die dossiers die daar de revue hebben gepasseerd. Een en ander uiteraard zal moeten blijken in de formatiefase, want dan vinden natuurlijk ook onderhandelingen plaats overstappen in de dossiers. Maar echt ticketpaartjes die onoverbrugbaar zijn, wat ook belangrijk is, ook chronologisch, die hebben we daarin niet kunnen ontdekken. Dus voor bereidheid om naar elkaar toe te bewegen. Verder moet de heer Korman ook nog kunnen garanderen dat dan alle koude lucht is voor de komende periode. Ja, kijk, garanties kunnen we natuurlijk niet geven. We hebben geprobeerd om werk voor veel te doen. Door te vragen op een aantal punten waarvan wij menen dat het nog niet helder was. Maar garanties geven, dat kan natuurlijk niet. Het is uiteindelijk klaar. Het is verslag van ons aan de partij zelf om daarmee aan de slag te gaan. En dan was er nog een vraag over het verschil van dualisme en monisme. Hoe zijn we daarmee omgegaan? We hebben er op één punt heel specifiek benoemd in alle gesprekken. Dat is namelijk mijn eigen rol als demissionair wethouder en informateur. En hoe zit het dan als je in een partij acteert die toch niet second als zeer duale opleiding, maar juist kiest voor dichterbij bestuurfractiewethouders. Daar heb ik een hele duidelijke afspraak over gemaakt en uitgelegd. En ik heb daar zelf veel afstand genomen tot de fractie en de partij vanuit deze volgende onafhankelijke rol. En verder hebben we gemeente in de discussie besproken, en hier van de EVP, dat iedere fractie vrij staat op hoeveel afstand zij van het bestuur natuurlijk acteren. En of zij het al wel dichtbij doen of juist van een grote afstand. Dat is echt aan de partij zelf. Ja, dan de heer Kooijman die had naar mij die heeft twee vragen aan ons. Eén is waarom, of dat was eigenlijk niet over het zakenkabinet. Die hebben we als optie genoemd als de laatste optie, maar de twee opties. En de eerste optie is of het advies, dus dat lijkt ons gewoon ook de beste optie voor nu. Dan met betrekking tot de kwestie, met betrekking tot de die destijds leidde tot de motie van wantrouwen, hoe we daarin staan, denken we daar nu anders over? Nee, daar denken we niet anders over. Alleen als het gaat over de persoon in kwestie, is dat een hele bepaalde wethouder, die heeft zijn kwaliteiten. Het gaat niet over persoon, maar het ging niet specifiek over kwestie in het centrum aanpak. Daar worden we meningsverschil over en wij hebben de informateur aangegeven dat we daar al duidelijke afspraken over willen maken met betrekking tot het dossier zetten aanpak. Dat staat precies verwoord zoals het ook benoemd is. En als het ons dus absoluut geen belemmering om samen te werken, dan hebben we volledig vertrouwen dat dat ook helemaal goed gaat komen. Ja, tot zover het antwoord. Dank u wel. We gaan naar de tweede termijn. Als het goed is voor de tweede termijn, zie je nog als ja, voorzitter, dank u wel. Even terug te komen naar de opmerking van Gerard-Joost over dualisme en monisme. Ja, wij zijn een partij die iedereen erbij wil betrekken. Zo ook de leden en de fractieleden en hoe wij daarmee omgaan, dat maken we zelf uit. Dat is niet, dat laten we niet voorschrijven door het GroenLinks. En als ze zich daar storen, dan storen ze zich er maar aan. Maar wij vinden dat, zoals wij opereren, dat dat de goede en de juiste is. En openbaar naar iedereen. Dat is echt. De heer Kooijman. Ja, meneer de voorzitter, dat is nou wat ik bedoel. Meneer, of de voorzitter, de fractievoorzitter van de EC, ziet onmiddellijk naar mij toe. Dat ik, dit standpunt is van niks.
maar we proberen helder te krijgen of er mogelijke risicofactoren aan deze kant. En dit zou er eentje kunnen zijn. En als de partijen daar overheen stemmen, dan laat het zo zijn. Ja, maar ja, u weet dus niet hoe de partijen gaan, maar ik heb ook in het verleden daar geen problemen over gezien. Dus wat dat betreft is dat een beetje voorwaardig voor u. Voorzitter, en verder... Meneer voorzitter, dat vind ik een waardig oordeel. En dat lijkt me niet juist. Nou, dat waar oordeel maakt me dus wel juist. Voorzitter, voor de rest heb ik er weinig aan toe te voegen. Wij hebben al eerst mij gezegd dat de coalitie EVP, CDA, SGP, ChristenUnie een reële optie vinden. En ten aanzien van de formateur hebben wij de fractie aangesloten om met de heer Van der Dijk als formateur te zijn. Dank u wel, ja, meneer de voorzitter, ik wil in eerste plaats bij de informateurs hartelijk bedanken voor hun antwoorden. Ik begrijp dat een aantal zaken nog in de toekomst liggen, die met name tijdens de formatie en bijeenkomst formatiebesprekingen aan de onderwerpen zullen komen. Ik wacht dat af. Ik heb ook een aantal positieve dingen genoemd die wel besproken zijn, maar niet in het verslag staan. Waar ik me wel zorg over maak, is de reactie van de heer Ossel op dit moment. GroenLinks was hier bij het slachtoffer, terwijl hij niet meer doen dan namens de kritische rol als controle te vervullen. En als dat in de toekomst met de nieuwe overheid op die manier gaat, dan voorspel ik een koude in. Dank u wel. Dames en heren, dan komen we aan het einde van de tweede termijn en we gaan eerst op dit moment op het einde van de informatiefase. Ik wil van mijn kant en ook namens de raad de beide informateurs in handen van kanker voor hun inspanning. Fijn dat ze hier naartoe gekomen zijn om hun bindingen te verlichten, reacties aan de opvragen en dan gedrag voor inspanning. En dan komen we zeg maar aan een nieuwe fase, namelijk de informatiefase. En bij de informatiefase en een aantal pasjes zijn al afgeleerd door een formateur. Is onder naam van de heer Toenendijk. Ik stel voor aan u, dat ik voorga om de reactie om daar even over te schorsen, dat u daar ook met elkaar nog over van gedachten kunt wisselen. En na de schorsing wellicht tot een voordracht kunnen komen die ook de meerderheid van de raad betreft. Ik denk dat het 10 minuten in de raad. Hij schorst van 10 minuten voor. 10 minuten. U hebt allemaal in stuk gelezen dat Ravenstaat van Aanzien in de Beweging, dat wordt een viertal besluiten ondergaat. Lees het advies van de informateurs Groenendijk en Van Linden, deelhouder 31 oktober 2016, verlet van Ravenstaat in 1 november 2016, besluit 1 de bevindingen van de informateurs op kennisgeving aan te nemen, 2 de adviezen van de informateurs over te nemen, 3 de heer Graaf Groenendijk te benoemen tot formateur, en 4 formateur te bezoeken de vorming van de commissie voor de EVP, CDA en SGP Wisseling te bereiden. Dat is de sluit van de vraag was. En het lijkt goed dat we eventjes al vast in de plaats lopen. Hier ben ik voor nog. GroenLinks nog eens stemmen met deze besluit. Goed. Dan ben ik aan mevrouw Blokam. Graag u voor. D66, de heer Arnold. Voor. NVB, de heer Ossel. Voor. CDA, de heer Zuidendijk. Voor. VVD, de heer Kelder. Voor. SGP, de heer Meijers. Voor. Dames en heren, ik concludeer dat dit besluit in unanimiteit op de raad is genomen. Dat kan ik bij zijn. Dank u wel. Dan gaan we naar het raamstuk. Er is de heer Groenendijk is ook in onze midden en hij is daar genoemd en al heel correct op de vraag of hij zijn benoemd aan vragen. Dank u wel. Ik neem eens even de vraag, u wil niet meteen dank u wel, voorzitter. Ik dank de raad voor het mij
dat hetzelfde vertrouwen dat ik samen met Renne van Linden, de informateurs, al opgenomen heb. Dank opnieuw voor het vertrouwen. We zullen met gezinde spoed, maar zeker met veel zorgvuldigheid aan de slag gaan. Ik denk dat er een stevige verantwoordelijkheid ligt op de schouders van de onze coalitiepartijen om met elkaar ervoor te zorgen dat we snel een compleet werkend bestuur hebben. Dank u wel. We wensen je veel succes. Dank u wel. Dan gaan we naar de hamerstukken. Agenda punt 4. Tweede tussenrapportage 2016 maart. Ik heb die nu als de stemming gehaald.